Rottier. Meijers eroverheen. Rottier gaat zelf bal aangeraakt. Daar is Thomas Verheid. Nou, daar is het ontbrekende stukje van het verhaal voor ADO. Schot van Rottier aangeraakt en dan reageert hij alert. En aan de andere kant is er nu ruimte voor Verheid. Ja, die wordt keurig vrijgelaten. Die schuift binnen. Zijn tweede van het seizoen alweer. En dan heeft hij nog nauwelijks in totaal misschien 35 minuten op het veld gestaan. Verheid. En dan heeft ADO de schade qua stand al snel gerepareerd. Dan moeten we weer wachten, want dit is ook weer het geval. Terwijl Verheid hier nog een keer keurig aangespeeld door Katic de bal prima binnenwerkt. Stijn met de voorzet richting Verheid. Verheid! Doelpunt! Oblas krijgt er geen hand tegenaan. En zodoende scoort dus Thomas Verheid al vroeg in de wedstrijd. De 0-1. Thomas Verheid en Oblas. Geen antwoord en de voorsprong voor ADO. Boeraar, Kemper. Kemper bij de tweede paal. Nou, daar is hij. 0-4. Oh. Thomas Verheid. Het is zijn vierde van het seizoen. Je kan erop wachten natuurlijk. En zo staat het dus 4-0. En werkt ADO daarna keurig aan het doelgemiddelde. En je zal eens een doelpunt tekort komen voor de eerste periodetitel. Kemper. Keeper blijft staan. Verheid tegen de paal. Binnenkant paal. En dan is hij binnen. In de 21ste minuut. ADO Den Haag op voorsprong. Voorzet van de rechterkant van Katic. Verheid. En daar zit hij al. Katic, Verheid, dank u. 2-1 ADO. Zo makkelijk kan het zijn. Waarom zoekt ADO zo weinig die simpele oplossing? Verheid met het hoofd. Het is zijn tweede van vandaag. Verheid daar uit de rug gekropen bij Van Grunsven. Verheid. Verheid met 3 vanmiddag. Een hat-trick voor Verheid. En daar is hij dan toch weer, Thomas Verheid. Afgelopen seizoen scoorde hij maar liefst 20 keer in het shirt van Almere City. En nu scoort hij de 2-1 voor ADO Den Haag. Verheid. Ja. Geen enkele aarzeling. Bal gedecideerd in de hoek waar Van Krooij ook wel naartoe gaat. Maar ja, dat maakt niet uit. Hij schiet hem zo goed in. Maakt zijn 9e van het seizoen. Een doelpunt en een assist voor hem vandaag. ADO geeft in de laatste linie veel weg. Dit is een goede 1-2. Bezuijen. Nou, Verheid staat helemaal vrij. Loopt daar zomaar uit de rug weg bij Van Huizen. Het is ook gatenkaas bij Dordrecht, om gek van te worden. Dat hoor je Van Huizen ook zeggen. Dit is vroeg in de tweede helft als het weer misgaat bij Jong Utrecht. Nu zit de keizer mis. Miscommunicatie met zijn verdediging. En wie anders dan Thomas Verheid profiteert. Ja, hij baalt. Schat deze bal misschien niet helemaal lekker in. Verheid is er eerder bij. En dat is nummer 12. ADO vecht hier voor de 6e overwinning op rij. Ongekende luxe. Sinds 2011 is dat allemaal niet meer gebeurd. Matisse is hier en daar is Verheid. En die heeft dan nog een eigen reeksje wat hij in stand houdt. Want 5 wedstrijden op rij gescoord door de Haagse spits. En daar komt dan nummer 6 bij. De dank is voor Matisse. Maar het afronden is goed. Seedorf. Bezuijen, Verheid. Wat een goal. Het overstapje ook.
Het is 3-2. Mooi van Bessuy hoor. En uiteraard het beest weer met een doelpunt. Bessuy shut weer naar beneden. Daar gaat hij. Voorgeven. Verheid. Oh, Verheid. Lekker uit de lucht. 4-2. Wedstrijd zo goed als beslist natuurlijk. Bessuy. Op Rutte af. Zeg voor Verheid. Ho, ho, ho. Het gaat allemaal zo kinderlijk eenvoudig. En weer Verheid. En zo krijgt ADO het voor elkaar om de juiste mensen aan de bal te krijgen. Stijn dan naar Bessuy. Even terugleggen en dan keurig voor Malone gekomen Verheid. Er is geen hou aan deze man. 15e van dit seizoen. Dan gaat Verheid achter de bal staan. Schoot dit seizoen al 3 strafschoppen binnen. Het is een penalty killer, dat toch zeker, Olij. Maar hier is hij gezien. Geweldig ingeschoten strafschop. En de tweede van Verheid in deze wedstrijd. Heerlijk ingeschoten. Daar kan geen keeper bij.